Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is woensdag vandaag en ik heb lekker weekend. En als jullie net bij je eigen dacht van... Huh? Ik zie een witte auto in plaats van een gele. Dat klopt, mijn auto is bij de garage. Ik moest vandaag mijn auto wegbrengen en de remmen, remschoentjes waren op, bleek, ja, dachten we. En dat was ook zo, maar er bleek nog meer aan de hand. De distributieriem was kapot, dat was al een paar jaar niet meer gedaan. Nooit bij de vorige garage, bij de garage waar ik mijn auto gekocht heb, heb ik altijd onderhoud laten plegen. Nooit wat van gemerkt. Keuringen gehad, verder allemaal. Nooit wat van gehoord. En die moest dus ook gerepareerd worden. En mijn auto is nog niet klaar vandaag. Dus ik heb even tijdelijk... Ta-ta-ta-ta-dan. Zo. Ik heb in ieder geval een leenauto gehad. Tijdelijk. Morgen als het goed is, kan ik mijn auto gewoon weer ophalen. Dus dan heb ik gewoon mijn eigen autootje weer terug. Nou, het is weekend. Morgen heb ik de bespreking voor de nieuwjaarsreceptie, waar ik dus mijn YouTube-kanaal ga promoten. En laten zien wat ik allemaal zo wel doe. En dat is het. Daarvoor hebben we dus een bespreking. En dat is morgen. Dus ik ben lekker vrij. En vrijdag ben ik vrij voor zaterdag eigenlijk, dat ik vrijdag even een beetje uit kan rusten. En kan ik vrijdag even uitrusten. Want zaterdag wordt een drukke dag, jullie weten het inmiddels. Ik ga niet weer alles opnoemen. En daarom dus. Dus ik heb even tijdelijk even een leenautootje. Nou, hij rijdt best wel lekker, dat wel. Maar niets rijdt toch lekkerder dan je eigen vertrouwde Kia Picantootje. Ja, ik ben wel heel erg gehecht aan mijn autootje. Dus ik zal blij zijn als ik toch wel weer mijn auto terug heb. Maar deze rijdt ook wel leuk. Maar het is eigenlijk meer... Ik ga er ook niet verder meer mee rijden. Ik rij eigenlijk alleen even voor naar huis. En voor weer terug te rijden naar de garage om mijn auto op te halen. Nou, het is 5:30. Oh, 5:50 al. En ik ga zo even op je eten. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en ik heb net de livestream afgesloten. Ik heb nog even een livestream opgenomen. Het is inmiddels 10:00 geweest. En ik heb even een livestream opgenomen met Joost en met Rob. Was reuze gezellig. En ik kan morgen even nog wat langer, iets langer blijven slapen. En dan moet ik om 11 uur bij mijn afspraak wezen. Ik ga nog heel even hier nog wat doen. En dan ga ik zo ook, denk ik, naar bed toe, want ik ben best wel moe. En dan kan ik nog wel eventjes, ga ik even lekker tutje doen. Want ik heb het eigenlijk best wel een beetje gehad. Begonnen net ook al een beetje, mijn ogen begonnen een beetje zwaar te worden. Dus ik... Ik ga het zo nog eventjes, nog heel even op de computer even een beetje kijken. En dan ga ik naar mijn bedje toe en dan spreek ik jullie dadelijk voor het laatste stukje. De groetjes, tot zo. Zo, en het is de andere dag alweer. Ja, wat ik gisteren dus als laatste gefilmd heb, dat had ik dus niet moeten doen. Want ik had al zo'n gevoel dat ik in slaap ging vallen. En dat was dus ook gebeurd. Dus ik had de vlog van gisteren niet afgesloten. Omdat ik dus in slaap gevallen was. Nou, ik ga er zo vandoor. Ik moet zo naar de afspraak toe. Ik neem mijn camera wel mee. Maar ik zal denk ik niet filmen. Maar ik film wel even tussendoor nog even een paar keer. Dus dat gaat helemaal goed komen. Beetje korte vlog weer. Maar ja, jullie weten het verhaal. Ik hoop dat die... voor mij vandaag en voor jullie morgen langer zal zijn. En dat gaat zeker weten wel gebeuren. Nou, ik ga hem bij deze ga ik hem afsluiten. Ik bedank iedereen voor het kijken naar deze vlog. Ben je nog niet geabonneerd? Nou, druk even op dat knopje abonneren. En dan kun je een heleboel video's van mij verwachten.
Livestreams, vlogs, alles. Dus druk zeker even op dat knopje abonneren. En dan word je op de hoogte gehouden van de laatste video's. Ja, ik zou zeggen in ieder geval jongens, doe dat blauwe duimpje ook even de lucht in voor deze video. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Hier op It's Your Tracks. En skabadi, skabadoo, skabadabadoo.